Terwijl alle kroegen in Nederland dicht zijn, komt John van Loen nog regelmatig in een café. De eigenaar van De Oude Enge in Soest is sinds kort ook zaakwaarnemer. En van Loen helpt hem met het begeleiden van met name jonge spelers. We zijn net begonnen, laat ik het zo zeggen. En we geven elkaar de tijd een jaartje of 4, 5. Langzaamaan klimmen naar boven. En niet de grote jongens, maar ja, langzaam. Verder is van Loen trainer van een derde klasse in Soest en van team WVCS. Het elftal met spelers die een nieuwe club zoeken. Ook schrijft hij columns voor onder meer het AD. Ja, maar goed, maar je wilt dan niet onder 23 voetballen? In een van zijn columns schreef van Loen dat de bekerfinale van vorig jaar tussen Feyenoord en FC Utrecht hoe dan ook gespeeld had moeten worden. Net als in Spanje afgelopen week, Sociedad en Bilbao tegenover elkaar stonden. Ah joh, schaar alsjeblieft uit. Ja, in Nederland? Nee, afgelast. Dat is schande. Ik vind het een grote schande. Had hij nog steeds gespeeld moeten worden? Tuurlijk. Makkelijk. Nu speel je toch ook voor nul mensen? Ja. Dus ik vind het gewoon heel vreemd van de KNVB. Van Loen weet hoe het is om een bekerfinale te spelen en om erin te scoren. In 1994 maakte hij het beslissende doelpunt tegen NEC. Juichen deed hij niet, want hij was nog steeds boos op Feyenoord dat ze hem een boete gaven van destijds 10.000 gulden en hem voor 8 wedstrijden schorsten. Omdat hij 2 rode kaarten in 1 week pakte. Maar geen kwaad woord meer over Feyenoord. De oudspits denkt nog geregeld terug aan de tijd waarin hij met een hechte vriendenploeg kampioen werd in 1993. Ja, mooiste tijd. Heel, heel mooie tijd. Als je kampioen wordt, ja, je wordt niet zomaar kampioen van Nederland. Oh ja, ik zie het zo voor me nog. Het Groningen Stadion was vol met Feyenoorders. En het mooiste was natuurlijk dat wij met vliegtuig teruggingen naar Rotterdam. Coolsingel, ah. Ik heb er nog kippenvel van. Ja? Als je voor 80.000, 90.000 mensen die allemaal zo lijp zijn als een deur. Maar wel iets hebben met de club. Ah, dat is geweldig. Kijk, mijn zoon is ook voor Feyenoord. En die sport ook niet eigenlijk. Of het nou goed is of slecht is, het is Feyenoord. Of het nou goed gaat of slecht gaat, ach, dit is de beste supporters van Nederland. En kijk eens hoe blij die is. John van Loen gaat helemaal uit zijn dak voor het hok, daar waar de Rotterdamse fans staan. Hey, even over aankomende zondag. Ja. Het heden. Utrecht Feyenoord. Ja. Wie wint er? Utrecht. Ja, sorry, maar Utrecht speelt altijd goed tegen Feyenoord. En Feyenoord zit niet in het goede doen. Ja, laten we dat zachtjes uitdrukken. Gewonnen van Fortuna? Nou, dat is knap. Van Loen volgt Feyenoord nog altijd intensief. En hij let dan met name op de aanvallers. Maar wie is nu de beste spits? Bozenik, Jurgensen of toch Prato? Prato, ja, het is mooi, hè? Ja, ik vind het wel knap. Wat vind je knap? Nou, dat hij naar Nederland is gekomen. Hij denkt, nou ja, lekker. Ik ga cashen. Ik weet niet hoe ze gescout zijn en wie hem gescout heeft. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Deze spits kan je ook vinden in Nederland. En zelfs bij de keukencompetitie, die zijn spelen nog beter. Ja, kijk, die jongen die zal heus wel wat kunnen, maar niet bij Feyenoord. Nee, dat is echt weggegooid geld. En Bozenik, ja, dat weet ik ook niet. Ja, afgelopen zondag had hij ook weer niks. Geen één keer. Nou, dan zie ik nog liever Jurgensen spelen. We gaan het zien. We zijn niet blij met je voorspelling. Ja, je kan weer naar huis.